Voilà, ik ben nu in Schoten, waar normaal gezien ook deze zomer Vlaanderen Zingt zou plaatsvinden. Helaas kan ook dat niet doorgaan. Maar ik heb hier wel afgesproken met een artiest die alles is komen optreden in Schoten en op Antwerpen zingt. En die alles weet over André Hazes. Ik heb hier afgesproken met Luc Kans. Ja, die nummers van Hazes die zingen al jaren. Wat is jouw persoonlijke favoriet? Het is altijd zo moeilijk om een top 3 samen te stellen van nummers van Hazes. Maar ik denk wel dat op de eerste plaats alles zal blijven zijn, gelooft hij mij. En ik hoor aan het publiek ook, als we dat doen, is dat ook een van de favorieten. En dan gevolgd op de tweede plaats met een geweldige stip, een beetje verliefd bijvoorbeeld, dat ook. Andere nummers, ze kennen ze wel, maar die twee, als je daar een intro van doet, of als ze dus een intro horen, dan zijn ze vertrokken, dan zingen ze mee. Dat zijn meteen ook nummers die we bij Vlaanderen Zingt ook al eens een keer gebruiken. Maar jij kent Vlaanderen Zingt ook heel goed. Daar heb ik inderdaad mee kunnen doen met de Masters. De Masters die elk jaar ook op deze plaats, die zo groen eruit ziet. Normaal gezien kunnen we dat groen niet zien, want er staat hier een geweldige tint op. Die zou nu achter u staan waarschijnlijk? Ja, maar dat is ja. Dat is allemaal tent hier en zo, met een prachtig decor van ons kasteel ingeschoten. En dan gaan die vlaggen van die tent omhoog, want ze kunnen er dan alle volk naar binnen krijgen, dat is 4.000-5.000 man. Dat Schoten Zingt, dat is ook een evenement om elk jaar eruit te kijken. Ik vind dat ongelooflijk, ja, dat is de sfeer. Zoals elke keer als we natuurlijk in andere steden, andere dorpen naar Vlaanderen Zingt gaan, hè, dan staat het dan bij ons. Hè. Want je bent ook al eens komen optreden in Antwerpen, klopt dat? Ja, ik ben ook eens in Antwerpen de gast geweest en ook een paar keren. Dat is ook voor de kick te krijgen, de kriebels natuurlijk. Dat is dan wel 20.000 of meer. Dan mee te brullen, dat moet ik niet veel doen. Dat is gewoon in een discotheek, micro vooruit en dan zingen ze wel voort natuurlijk. Hè. Dat is allemaal dat verbroederen, dat verzusteren onder elkaar en meezingen. En dat geeft iets. Ik heb me laten vertellen, een paar jaar geleden mocht je op Antwerpen Zingt ook nummers komen brengen van André Hazes. En ik heb van Mark Dolander, de presentator van toen, gehoord dat zowel hij als jij tranen in de ogen had omdat het publiek zo hard applaudisseerde. Dat klopt, dat was ook zo. De Mark deed de aankondiging en ik zeg het, maar ze dat weten, dus natuurlijk ben ik wel fier op als ze de naam zeggen. Ik heb nog een ander repertoire uiteraard, maar toch, voor de mensen is het van Kaals. Je wilt toch wel een paar liedjes zingen van Hazes zeggen. Dus op elk feest, groot of klein, moet ik dat doen en mag ik dat ook doen. Dus, maar dan zo een uitschieter, nogmaals, met die 20.000 en meer mensen, dat is nog net iets anders dan. En dan word ik wel emotioneel. Ja, dat klopt.